Hey, leuk dat je weer kijkt. Er is mega veel gebeurd en ik heb al een paar keer geprobeerd een vlog te uploaden. Ik had al meerdere keren een vlog opgenomen en ik was er nog niet aan toe om het de wijde wereld in te gooien. Ik ben weer single. Dat is de grootste verandering en het is niet puur en alleen het labeltje wat eraan hangt. Er zit zoveel meer achter. En ik ga daar niet alles over vertellen. Misschien komt dat in een later stadium nog. Ik zit er nog middenin. Het neemt heel veel tijd in beslag. En gelukkig ben ik nooit getrouwd geweest of heb ik samen gewoond. Dat is echt in deze mijn redding geweest. Ooit heb ik daar wel over nagedacht. Maar thank God. Op dat gebied heb ik naar mijn gevoel geluisterd. Andere gebieden niet. En dat had ik eerder moeten doen. Maar gezien de omstandigheden van de afgelopen jaren was ik daar nog niet sterk genoeg voor wellicht. Omdat ik nog veel te veel had om te verwerken. Maar bij deze, ik ben nu langzaam aan het opkrabbelen. En mijn leven probeer ik opnieuw in te richten. Mijn focus wordt te kleine. En zoals jullie weten zijn we, of ben ik, daar al bijna 2,5 jaar mee bezig. En daar worden nu hele grote stappen in gezet. En is het afwachten wat daar uitkomt. Er zijn wel wat dingetjes waarvan ik zelf persoonlijk denk dat die van invloed zijn, nog steeds, en zijn geweest op zijn ontwikkeling. Maar wordt nu gewoon compleet van alle kanten bekeken. Dus dat vind ik zelf ook wel heel spannend. En hij gaat naar de basisschool. Maar gezien de omstandigheden is het wellicht wat beter voor hem om in januari, dus na de kerstvakantie, gaat het hele circus beginnen. Dus dat zijn voor nu de grote stappen. En voor mezelf is het mijn leven oppakken. Ik ben echt weer aan het focussen op mijn passies, mijn hobby's. Dus ik dacht, ik moet er ook echt weer even een vlog uitknallen. Ik ga hem ook niet te lang maken, want dan ga ik te veel uitbreiden. En dan vind ik het weer niet geschikt om te uploaden. Maar voor mezelf waren de vorige vlogs die ik wel heb opgenomen, maar niet heb geüpload, fijn om gewoon even te ventileren. En ze zeggen ook vaak, schrijf een brief, maar stuur hem niet. Nou, dat was in ieder geval, maak een vlog, maar upload hem niet. Dus en heel veel praten met mensen. Dingen verwerken, dingen plekje geven, dingen accepteren. Ook al is het heel lastig. En het enige wat ik kan doen is dicht bij mezelf blijven. En ervoor zorgen om zo goed mogelijk voor die kleine te zijn. Die er zo goed mogelijk doorheen te slepen. En we hebben van de zomer echt een superleuke tijd gehad. We hebben veel dingen gedaan. Ook gevlogd en beeldmateriaal. Maar ik was gewoon niet in staat om heel veel tijd en ruimte daarvoor vrij te maken. Omdat ik zit nog steeds best wel in mijn hoofd. En ik ben nu in het proces van voelen, lichamelijk. Ruimte maken weer voor ontspanning, rust. Voor zover ik die kan creëren. In deze chaotische tijd waarin echt alles weer tegelijk komt. Dat was wel grappig. Ik heb 2 relaties gehad. Mijn eerste ex, laat maar zeggen, waar ik mijn eerste relatie mee had, die zei van, ik vertelde wel, alles komt weer tegelijk. Zei, wat else is nieuw? Omdat ik altijd alles tegelijk krijg. Dus hij zei, ik vertrouw erop, weet je wel. Dit red je ook wel. En hij zei, ik weet zeker dat je het gewoon supergoed gaat knallen en gaat doen. Dus dat gaf me ook wel vertrouwen. En ik heb gewoon superveel steun aan de mensen om me heen. En dat is ook echt wel bizar hoor. Dat
Ook al heb je mensen heel lang niet gesproken en mondjesmaat komt er nu naar boven wat er allemaal is gebeurd. En ja, mensen weten daar gewoon niet van. We hebben natuurlijk corona gehad, dus dan zag je sowieso mensen niet en sprak mensen gewoon veel minder. Dus ja, het is nu gewoon opwaarts en ik ben weer begonnen met zangles. Dus dat is super fijn, super leuk. En wellicht dat daar meer uit komt. Wat ik zeg, ik zit heel erg in mijn hoofd. Inspiratie, teksten, Engels, Nederlands, alles. Dus daar wil ik ook wel wat meer mee gaan doen. Te zeggen, altijd uit de naarste situaties komen de beste songs. Dus wie weet. En schrijven is ook gewoon therapeutisch. Je ordent je gedachten en je kan dingen een plekje geven. En ja, dat is eigenlijk de voornaamste invulling van mijn leven op dit moment. Die kleine werken, kijken voor ander werk ook. Want hij gaat straks naar de basisschool, dus er komt meer tijd vrij. Wel heel veel afspraken gepland staan ook, dus ik moet gewoon even kijken hoe het allemaal loopt. Ik ga ook aan het werk als freelancer, dus dat is ook een extra uitdaging dat erbij komt. En voor die kleine natuurlijk mega veel administratief werken wat er allemaal komt kijken bij alle veranderingen en dingen die nu lopen. Want ja, ik moet het alleen zien te rooien. Ik heb geen backup. Dus dat maakt het soms wel lastig. Maar so far so good. Dit was voor even nu dan de korte update. Dus ja, bij deze bedankt voor het kijken. En ik kom zeker super snel weer terug. Ik heb mega veel zin namelijk in de kerstperiode. En ik ben nu aan het kijken van zal ik een kerstcover opnemen. Dus ja, ik heb zoveel favoriete kerstnummers. Bijna niet te doen ook. Maar ja, ik denk dat daar ook even tijdens de zangles mee bezig ga. En dan kan ik dat mooi gebruiken om op te nemen.